3 maanden voorwaardelijk. Dus ze hebben een voorwaardelijke straf. Ze hoeven niet te zitten. Het is een voorwaardelijke straf. De schadevergoeding is wel toegewezen. Ja. Ja. We gaan kennelijk gaan we toch een appel daartegen. Omdat ik vind dat het onterecht is. Waarom zegt u dat? Omdat alleen die screen protector kapot is. En nu wil hij Jason een nieuwe telefoon. En dat is verrijking van zichzelf. Misschien was dat zijn bedoeling, hoor. Ik weet het niet. Maar hij zegt zelf alleen die screen protector is kapot. Dan moet je dat vergoeden. Maar uw cliënten zijn dus wel schuldig bevonden? Ja, aan openlijke geweldpleging. Voor die andere feiten zijn ze vrijgesproken. Hoor? Nog iets te vertellen? Nog iets te vertellen? Ja, nee. Hé, hey Jason, tot ziens. Ja. Abu. Hoe voel je je nu? Opgelucht. Opgelucht omdat er een heleboel verkeerde, vervelende dingen zijn gezegd. Die ook nog eens onjuist, onwaar zijn. En wanneer het vonnis zo uitgebreid is, de rechter zo uitgebreid is geweest in zijn vonnis. Duidelijk stapvoets heeft aangegeven waarbij getuigen, collega's van de verdachten zelf hebben aangegeven dat ze mij niks verkeerd hebben zien doen, dat ik niet provocerend bezig was. Dan geeft dat een goed gevoel. Overigens, de verdachten hebben dat zelf aangegeven hier op eerdere zittingen. Ze zeggen dat ze hun werk hebben gedaan, maar ze hebben zelf aangegeven dat het niet op die manier hoefde te gebeuren. Dus nu het vonnis in ons voordeel is uitgesproken, voel ik me opgelucht en ben ik blij dat het recht heeft mogen zegevieren. Het is een belangrijke dag voor de journalistiek in Suriname, want we moeten rekening houden, we moeten ons werk kunnen doen. Je moet niet aan ons komen als er issues zijn. Kom naar ons toe zeggen van, kunt u een beetje een paar medias verwijderen. Maar wij moeten nog altijd vrij zijn en de nodige bewegingsruimte hebben om ons werk te doen. Dus een heel belangrijke dag voor de journalistiek in Suriname. Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik zuivering wil van mijn naam. Dat de waarheid verteld wordt. En ik ben blij dat het recht heeft mogen zegevieren vandaag. De rechter is duidelijk geweest in zijn vonnis. Ik heb niet gelogen. Ik heb vanaf het begin de waarheid verteld. Ik heb niks gedaan met de vicepresident. Ik had nooit de intentie om in zijn auto te gaan. Ik heb foto's gemaakt vanuit de afstand. Dat is overigens ook gebleken uit de beelden, hoor. En als president doe ik ook een beroep op een ieder. Een minister van Justitie en Politie. Als het nodig is en als uw parlement dat vindt, meneer voorzitter, laten we die beelden ook vrijgeven. Zodat de samenleving ook weet wat er aan de hand is. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst in overleg treden met de waarnemend procureur-generaal, omdat ik reeds de opdracht daar gegeven heb. Je bent blij dat de waarheid is bewezen, maar het overgrootste deel kan nog niet die beelden bekijken. Ja, dus ik weet niet op basis waarvan de beelden niet vrij zijn gegeven voor iedereen, voor de totale gemeenschap. Ik denk dat dat goed zou zijn als het Openbaar Ministerie dat had gedaan. Of dat nog doet misschien. Zodat iedereen kan zien, want wij hebben de beelden wel kunnen bekijken hier in de rechtszaal. Maar ik denk dat het goed is voor iedereen. Dat ze de beelden kunnen zien. En dat ze hun dan duidelijk kunnen zien wat er zich heeft afgespeeld. En dat de mensen die nog misschien twijfels zouden kunnen hebben, dat ook zij overtuigd kunnen zijn van het feit dat ik niks verkeerd heb gedaan. Tijdens de hele zitting is en de zaak is duidelijk geweest dat de journalist in deze Jason Pinas gewoon daar was om zijn werk te doen en onder en dat er ook een bepaald beeld is geschept alsof hij in de auto van de vicepresident wilde gaan. Dat is helemaal niet eens het geval geweest. De beeld hebben dat aangetoond en we vinden alleen jammer dat hij op een gegeven moment in het kwaad daglicht werd geplaatst alsof hij jokt of hij een ander verhaal heeft of gepresenteerd. In deze kwestie heb je dat er een van de kwesties was diefstal ten laste gelegd. Het is ook bewezen dat de mannen de telefoon niet hebben gepakt voor eigen gebruik, maar ze wilden nagaan als er foto's zijn geschoten van de binnenruimte van de vicepresident.
Dit is de laatste foto die ik heb gemaakt. Dit is het moment waarop hij boos is geworden. En hier zie je dus dat ik totaal niet in zijn auto ben. En hier ben ik nog verder. En hier nog verder. Dit is het bewijs dus dat ik begin vanaf hier weer. Dan zie je dat ik niet eens dichtbij zijn auto. Ja, dichtbij, maar niet zoals hij zegt dat ik in die auto ben. En hier ook niet. En hier ben ik nog verder. Maar over die incident gesproken, meneer voorzitter, is zo dat ik op een gegeven moment naar mijn auto liep. Iemand vroeg mij voor een 500 SRD om een recept te betalen. Dus ik stap in mijn auto en ik pak een 500 SRD uit mijn auto. Dus ik draaide weer om het geld te geven aan die persoon. Toen zag ik een journalist. Helemaal in mijn auto. Dus wat doe je hier in mijn auto? Dus toen heeft de veiligheid direct die man gepakt en ze hebben hem afgevoerd. Dat is gebeurd. Dus wat de handeling van de veiligheidsmensen betreft, daarvoor ben ik niet verantwoordelijk. Zij kunnen hun werk. Er is gezegd, en wel in de Nationale Assemblée is dat gezegd, door de vicepresident van het land, dat ik in zijn auto ben geweest, tot in zijn auto ben geweest. En ik heb vanaf het begin benadrukt dat dat niet het geval was. Dat ik daar duidelijkheid over wil, dat ik mijn naam gezuiverd wil hebben. En ik vraag de vicepresident met alle respect hoor, dat hij dat alsnog corrigeert dat ik niet in zijn auto ben geweest. Want voor mij is dat het allerbelangrijkste. Belangrijk is ook dat de verdachten zelf hebben aangegeven dat ze fout hebben gehandeld. En getuigen die zijn gehoord, collega's van de verdachten die zijn gehoord als getuigen, die hebben zelf aangegeven dat ik nooit provocerend ben geweest tegenover de vicepresident. Ik heb integendeel gevraagd van, toen hij begon te schelden, toen heb ik hem gevraagd van, wat heb ik verkeerd gedaan? En alleen op basis daarvan ben ik aangevallen geworden. Twee van de verdachten wel te verstaan, één van ze was niet aanwezig in de rechtszaal, twee van ze hebben tijdens de zitting zelf hun verontschuldiging aangeboden tegenover mij. Ja, je kunt zeggen, het is misschien niet gemeend. Aan de andere kant zeg ik, ja, ze hebben het gedaan. Ze hebben het gedaan en dat is wat heel belangrijk is voor mij. Ze hebben hun fouten toegegeven. Ze hebben zelf gezegd dat hun handelen niet nodig was. En daar ben ik blij om. Heb je hun verontschuldigingen geaccepteerd? Ja hoor, ja. De schadevergoeding is wel toegewezen. Ja, ja. We gaan kennelijk gaan we toch een appel daartegen. Omdat ik vind dat het onterecht is. Waarom zegt u dat? Omdat alleen die screen protector kapot is. En nu wil Jason een nieuwe telefoon. En dat is verrijking van zichzelf. Misschien was dat zijn bedoeling hoor, ik weet het niet. Maar hij zegt zelf alleen die screen protector is kapot. Dan moet je dat vergoeden. Maar doordat die screen protector beschadigd is, werkt die telefoon niet zo goed meer. Die telefoon vanaf dit stukje naar boven werkt niet. Dus als ik bijvoorbeeld een bepaald ding wil toetsen hierboven, dan kan het niet. Het is een soort boetoe-telefoon geworden nu. Dus, dat hij vindt, dat de advocaat van de tegenpartij vindt, dat die alleen de screen protector vergoed zou moeten worden, dat is ook niet juist. En die telefoon is ook gereedschap als journalist, hè? Precies. En wat we niet moeten vergeten, we leven in een ICT-periode met zoveel mogelijkheden. Mijn telefoon is volgens mij iets langer dan 24 uur gebleven in de handen van die mensen. Ik weet niet wat ze daarmee hebben gedaan. Je kan die telefoon zo klonen en alles. En daarom gebruik ik deze telefoon niet echt meer. Want je kan die telefoon klonen en alles wat ik binnenkrijg gewoon bekijken en zien en meevolgen. Dat moeten we niet vergeten. En dat al die dingen maken dat ik deze telefoon bijna niet meer kan gebruiken.
Ik ben ook blij dat er eindelijk een vonnis, en ik zeg eindelijk omdat er 6 maanden vooraf zijn gegaan met een heleboel twijfels, mensen die niet erbij waren. Met zoveel verhalen komen. Eigenlijk zou je wel denken dat zou je wel willen zeggen dat de mensen die er niet bij waren, het beter weten dat wij die wel aanwezig waren. Met een heleboel verhalen. Heel goede relaties die mensen op wie ik heel goed was. Die afstand hebben genomen. Alleen omdat ik vanaf het begin de waarheid heb verteld. Mensen zijn boos omdat ik in hun ogen de vicepresident probeert in een kwaad daglicht te stellen. Ik heb vanaf het begin gewoon de waarheid proberen te vertellen. En ik ben daarom blij, nogmaals, met het uitgebreide vonnis, de uitgebreide uitleg die de rechter heeft gegeven. Maar ik ben ook dankbaar. Dank en echt vanuit het diepste van mijn hart. Dank aan iedereen die me vanaf het begin heeft ondersteund. De collega's, journalisten die vanaf het begin hebben gezegd, nee, dit is niet de manier. En we hebben keihard geprotesteerd, keihard gestreden dat de waarheid verteld wordt. Maar daarnaast ook alle verschillende organisaties die zijn uitgekomen, zowel in binnenland als buitenland, die zijn uitgekomen en dit hebben afgewezen. Vrienden, familie die me op verschillende momenten een hart onder de riem hebben gestoken. Dat stel ik zeer op prijs en ik zeg dat is, ik ben heel dankbaar daarvoor. Echt, echt heel dankbaar. Echt aan iedereen.